Ja, het kan ons allemaal wel eens gebeuren. Je laat je telefoon vallen en ineens zit er een hele grote barst in een scherm. Nou, bij mij is het al een paar keer gebeurd, dus ik stop deze maar snel weg. Maar gelukkig kun je er dus tegen verzekeren. Nou, wat dan de mogelijkheden zijn, dat gaat Ilse van Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs, mij zo meteen vertellen. Ilse, mensen lopen natuurlijk steeds vaker met waardevolle spullen bij zich, hè? Laptops, tablets, nou ja, noem maar op. Inderdaad. En daarom is het ook belangrijk om deze spullen goed te verzekeren. Binnenshuis vallen deze onder de inboedelverzekering, maar veel schades gebeuren buitenshuis en dan vallen deze niet onder de inboedelverzekering. Ja, en dan heb je dus een aanvullende verzekering nodig. Ja, dat kan met de buitenshuisdekking. De buitenshuisdekking is een extra dekking op de inboedelverzekering waarmee de eigendommen ook buiten het huis verzekerd zijn. En dat is met name voor waardevolle elektronica een goede aanvulling. Ja, want welke zaken vallen er precies onder de buitenshuisdekking? Ja, zoals je net eigenlijk al aangaf, smartphones en tablets en laptops en andere elektronica. Maar ook kinderwagens, rollators, horloges, sportspullen, kleding, contactlenzen vallen daar ook onder. Genoeg zaken dus. Is het nou lastig om zo'n verzekering af te sluiten? Nee, het is niet moeilijk om zo'n verzekering af te sluiten. Je kunt gewoon bellen met een adviseur. Hij kijkt samen met jou naar je wensen en behoeften en dan regelt hij het voor je. Ja, helder. Nou, dan ben ik nog wel benieuwd naar je tip. Ja, die heb ik wel. Als je je inboedelverzekering uitbreidt met een buitenshuisdekking, dan heb je geen losse dure verzekering voor de smartphone meer nodig. Nou, helemaal goed. Dan weet ik wat mij te doen staat, want mijn scherm is gelukkig nog heel. Dus een buitenshuisdekking zou wel fijn zijn. Dankjewel voor de informatie. Graag gedaan. Willen jullie naar thuis ook meer weten? Kijk dan nog even op de website. Nou, dan zou ik zeggen proost. En dan ga jij me adviseren, hè? Tuurlijk, bel me maar. Helemaal goed.